Ja, begin december gebeurde er iets raars. Hè? Toen viel er iets op de mat hier bij jou thuis, Willem. Wat was dat? Ja, klopt. Ik kwam thuis van mijn werk en ik deed de deur open en er lag opeens een pakketje van National Geographic. En ik denk, hé, daar heb ik toch niks besteld. En ik maakte de envelop open en er stond in dat ik uit meer dan 10.000 fotografen was mijn foto die ik in mei had ingestuurd, dat die gekozen was voor in de National Geographic kalender. Dus dat was een grote verrassing. En op welke plaats staat hij op die kalender? Is dat ook nog leuk? Ja, dat is wel grappig. Want ik had de kalender en die ben ik gaan bladeren. Want het is een scheurkalender per dag. En ik ging maar door. Ik denk, waar blijft hij? En toen kwam hij precies op Dierendag, 4 oktober, was mijn foto geplaatst. Nou, even terug naar het begin. Hoe is het voor jou allemaal begonnen, die fotografie? Ik was een jaar of 10 en mijn opa en oma woonden in de Zilk. Dat is vlakbij de waterleidingduinen. Je liep daar binnen 5 minuten dat gebied in, dus daar kwamen we al vaak. En ik kreeg op mijn verjaardag een oude camera van hem. En daar moest je alles met de hand instellen. Dus met een belichtingsmeter. En ik heb hem laatst weer van zolder gehaald. En tot mijn grote verbazing werkte die belichtingsmeter nog steeds. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Dus met de eerste foto's in het waterleidingduinengebied. Ik ben altijd wel blijven fotograferen. Maar vanaf mijn 20ste werd ik gepakt door de videocamera. Dus ik ben toen eigenlijk heel veel gaan filmen. En heb mijn kinderen altijd wel op foto gezet. Maar film had echt wel de overhand. Ook met een filmclub en ook aan competities meegedaan. Dat vond ik heel erg gaaf. Tot een paar jaar geleden. Toen dacht ik, ja, die digitale fotografie, dat wil ik toch iets meer mee gaan doen. Dus ik ben toen die camera veel vaker mee naar duingebied gegaan. Ik heb toen maar een website gemaakt. Niet weten dat daar in één keer allerlei vragen komen naar natuurfotografie. En ik maak nu 2 jaar al alle foto's voor Heemskerkzee van Tijd. Is dat nou bij jou met de paplepel ingegeven door het gezin waar je uit vandaan kwam? Ja, eigenlijk wel. Want mijn vader die filmde al in de jaren 60. Het was wel redelijk uniek dat je in de jaren 60 een particulier een filmcamera had. Dat waren niet zo heel veel mensen. En hij heeft ons gefilmd als kinderen ook. Maar hij heeft ook in de jaren 60 veel materiaal geschoten. En ook heel veel foto's. Dus ik ben wel gegrepen door beeld in de tijd al. Dus eigenlijk vanaf mijn 10e ben ik dat gaan doen. Maar zijn oorsprong ligt wel bij mijn vader inderdaad. Ja, en toen is de fotografie begonnen. Waarom natuur? Ja, het mooie van de natuur vind ik dat je, het biedt ongelooflijk veel en het is ook heel erg dichtbij. Er zijn heel veel mensen gaan de hele wereld over om de natuur te bekijken. Maar als ik zie dat ik, op het moment dat ik de natuur in fiets met mijn fotocamera, dan gebeurt er altijd iets. Dat is echt heel verrassend. Dus dan ben ik 2-3 uur onderweg. In de waterleidingduinen kom ik dan opeens een vossenfamilie tegen. Dat kan gebeuren. Maar ik had ook vorige week, was ik in Uitgeest bij het Uitgeestermeer. En schapen stonden daar. En het bijzondere was dat die schapen die gingen allemaal stilstaan. Dus ik kon gewoon helemaal naar ze toe komen. En ik ben gaan zitten met mijn camera. En die beesten kwamen naar mij toe. En die kwamen echt tot zo'n stukje met hun snuit naar mij toe. Dus je maakt echt connectie met de natuur en met dieren. Ja, dat vind ik magisch. En dan is het zo mooi om dat vast te leggen. Nee, maar wat wil je nou eigenlijk tot uitdrukking brengen in jouw foto's, Willem? Ja, het mooie van de natuur. En dat het zo dichtbij is. En het leuke aan fotografie is dat je gaat de wereld anders bekijken. Ik lig ook op het strand, als daar weer vogels aan de kustlijn zitten, dan lig ik ook op de grond. En dan zie je veel meer dan dat je er maar doorheen loopt. En dat vind ik heel leuk om dat over te brengen. En ja, die reactie krijg ik ook wel, van mensen die in coronatijd ook niet meer naar buiten kunnen. Ik probeer elke dag een natuurfoto ook te plaatsen. En ik krijg dan toch ook heel vaak de reactie tegen, wauw, wat fijn dat ik ook op de plek waar ik zit, of in een verpleeghuis of in een bejaardenhuis, dat ik dan toch de natuur even naar binnen kan halen. En ja, dat is leuk als feedback om te horen. En dat vind ik ook leuk om te doen. Ja, want zo langzamerhand fotografeer je nog veel meer naast alleen maar natuuropname. Hè? Stadsgezichten, ja. Portretten en dat soort zaken. Klopt. Wat wil je daarin vangen? Nou, een voorbeeld is, ik ben eind mei, dat is net voordat de lockdown er wat afging, ben ik naar Amsterdam gegaan. En ik heb daar de lege stad gefotografeerd. Ja, ik heb die stad daar in stilte vastgelegd. Dus ook op de Dam dat je niemand ziet, alleen duiven. Ja, dat is dan zo bijzonder en magisch. Ik probeer eigenlijk altijd een verhaal in mijn foto terug te laten komen. Dat je denkt, dat je verwondering ziet. Hè? Als er een dier op foto staat van, waarom kijkt dat dier zoals die kijkt? Er moet iets meer in zitten dan alleen maar het onderwerp of alleen maar het paleis op de Dam. Er zit een verhaal erin. En dat vind ik leuk om te doen. Ja, nou staan hier in de woonkamer ook 2 gitaren opgesteld. Ja. Speel je ook? Ja, sinds een jaar of 5. Mijn broertje is Martin Fischer, muzikant, singer-songwriter, ook uit Heemskerk. En hij was vanaf zijn 3e al met muziek aan de gang. En ik dacht een jaar of 5 geleden, ik wil toch ook wel iets met muziek doen. Dus 10 gitaarlessen gedaan en dat heeft eigenlijk me wel gegrepen.
Dus inmiddels ook met muziek aan de gang. Er is een liedje, een gedicht van Toon Hermans over de zee. En het gaat over de zee en de stilte die dat met zich meebrengt. En dat je helemaal tot rust komt. En ik realiseerde me ineens waarom ik, maar ook mijn vader die dagelijks op het strand vroeger kwam, maar ook mijn opa en oma altijd het strand opzocht, eigenlijk mijn hele familie, waarom ik daar ben. En toen dacht ik, dit liedje, dat moet ik op muziek gaan zetten en nou, dat ben ik mee gaan spelen. En we hebben het 2 weken in de kerstvakantie geleden opgenomen en mijn broertje heeft dat opgenomen en geproduceerd. Die werd zo enthousiast over wat we hadden gedaan en toen hebben we een flugelhoorn, een trompetist hebben erbij gehaald. En ik maak af en toe muziek ook met Martin. Die heeft als tweede gitarist heeft hij ook meegespeeld. En op het strand van Heemskerk gaan we een videoclip opnemen. Maar kun je iets voor ons spelen op een gitaar? Ja, tuurlijk. Ik zal ook even één coupletje van dat liedje wat straks uitkomt even spelen. Pak ik even mijn gitaar. Leuk. Ik wil alleen zijn met de zee. Ik wil alleen zijn met het strand. Wil mijn ziel wat laten varen. Niet mijn lijf en mijn verstand. Ik wil gewoon een beetje dromen. Rond de dingen die ik voel. En de zee, ik weet het zeker. Dat ze weet wat ik bedoel. Nu doe je veel mensen een plezier met je foto's en waarschijnlijk ook met je gitaarspel. Mm-hmm. Maar als mensen jou op de foto willen zetten, vind je dat leuk? Ja, maar ook wel weer spannend. Maar dat is wel leuk. Ik heb een fotostudio in Heemskerk ook. Dat doe ik met 4 andere fotografen. En we hebben een paar maanden geleden elkaar allemaal op foto gezet. En dat was ontzettend leuk om te doen. En je kunt ook van elkaar leren dan. Wat is nu het mooiste als je terugkijkt wat je tot nu toe gedaan hebt? Ik zoek altijd nieuwe uitdagingen en kansen, maar het fundament wat ik hier thuis heb met een fantastisch gezin, eigenlijk is dat het allermooiste. En als je nou zegt van, als je terugkijkt, wat is dan de mooiste foto die je gemaakt hebt bijvoorbeeld? Even denken, dat is ook wel bijzonder. Dat is de foto die ook op National Geographic opgepikt is. Want wat ik daar deed, de Zilk heeft een ingang dus bij de waterleidingduinen. En ik kwam daar, dat is alweer 2 jaar geleden, ik ben daar denk ik 30 jaar niet geweest. Dus mijn opa en oma die waren overleden. En ik kwam daar op een ochtend en het was 7:30, de zon was net op. En ik kom daar de waterleidingduinen binnen en ik wist niet dat er zoveel herten in de waterleidingduinen zijn. En die beesten die lagen dus gewoon al, meteen bij de ingang lagen ze in het zonnetje. En ze stonden ook nog niet, maar het was een hele mooie compositie. En ik kwam daar en ik schoot die foto. Ik denk, wauw, het is wel heel bijzonder dat ik na zo'n lange tijd hier terugkom. En zo'n foto maak die eigenlijk ook weer geconnect is aan mijn opa en oma daar, en mijn eerste camera. En dan vervolgens in december werd hij ineens op de kalender van National Geographic opgepikt. In een competitie waar ik in mei aan had meegedaan, maar nooit had verwacht dat hij op die kalender zou komen. Dus dat, eigenlijk is dat wel mijn meest bijzondere foto met een verhaal. Ja, tot slot dan Willem. Wie of wat zou jij nog eens willen fotograferen in de toekomst? Dat is één dier, dat is me vorig jaar al wel gelukt, maar ik vond die foto niet goed genoeg. Dat is de ijsvogel. Die is veelvuldig te zien, maar het is mij nog niet gelukt in de keren dat ik in het duingebied was om hem heel goed vast te leggen. Want het is een vogel die je op afstand wel hoort komen, maar ook weer heel snel weg is. Ja, dat zou heel mooi zijn als ik dit jaar, ik denk dat dat wel gaat lukken, maar dat ik die weer, dat ik die goed op foto krijg. Want dat is nog niet gelukt.